Goedemorgen. Ik ga jullie vandaag meenemen met mijn dag. Hoe mijn maandag eruit ziet. Ik ga sporten buiten. Even cardio doen en zo. Kijk, ik wil afvallen. Dus ja, ik kan in mijn bed blijven liggen. Of ik kan elke ochtend gewoon opstaan. Even cardiootje, even sporten, even trainen. Slapen kan altijd, snap je? Ik wil iets, dan moet ik dat doen. Ook al ben je moe, get up, get your ass up. And do what you have to do, because if you stay sleeping, ain't nothing gonna happen. Also, ik wil jullie even laten zien. Het regent. Ook nog. En ik ben gewoon buiten. So, like, no excuses. You want something? You have to go get it. You have to work for it. Rain, sun, storm, snow, whatever. Just go outside and do your thing or do it inside. But get your ass up. Ik zeg heel eerlijk, neem deze advies alsjeblieft aan. Because I know what I'm talking about. Ik ben al zo lang bezig met afvallen. En ik val niet af omdat ik niet consistently every day doing what I have to do. Until like this year, I'm doing consistently everything what I have to do. So results come als je gedisciplineerd bent om het constantly te doen. Like rain, whatever. It don't matter which weather. It don't matter. Like if you're sick, try to do whatever you can. Ja, het is hier een beetje donker. Maar wat ik er nog bij wil zeggen is, sporten helpt ook voor je mental health en zo. Kijk, op dit moment ga ik door een heartbreak heen, zeg maar. En dan, it's a heartbreak from a person, like, we never been together. So, that's even worse. Like, we didn't even had the chance to be something. So, en, ja, elke dag wil ik haar wel een bericht sturen. Elke dag wil ik wel met haar praten, vragen hoe het gaat en zo. You know, but I can't do that right now. It helps with, it really helps with my mental health. Like, I've been to therapy a lot, but sporten helpt mij gewoon ook. Het is ook een soort therapie of zo. Het is heel raar, maar het is wel zo. Nou, ik ben er. Ik wil even laten zien wat alle stations zijn. Zo, eerst ga ik 5 rondjes hier omheen rennen, zeg maar. Als ik klaar ben, ga ik eerst squats tot en met daar. Dus squats tot daar en weer terug. Dit, maar 2 keer, want het is koud. Met mijn knie is kut. Dan gaan we touwtjes springen. 3 keer 50. 3 keer 50. Zo, 150. Dan heb ik hier ladder. Doen we ladder. Doen we deze. Deze. En dan helemaal tot het einde. En dan in plaats van dat ik ladder terug doe, ga ik lunches terug doen. Tot en met hier. Dan heb ik nog een routine. Hier zo. Dit is voor het fielden. Dus ik ga laag met mijn benen dit doen. Dit doen tot de pion. Pak die pion, breng hem terug. En dan dat tot helemaal daarachter. We zijn alweer klaar. En als het wat eerder licht is, zeg maar, ga ik jullie laten zien mijn routine. Zeg maar, nou ja, mijn routine hebben jullie gezien, maar ik bedoel met mezelf erin dat ik het ook doe. En ik zijn er dan meer stations bij. Nou, dan filmen we gewoon nog eentje, toch? Anyways, my ass is done. We go home. Ochtendroutine, boodschappen. En de rest van de dag film ik natuurlijk. Gaan jullie zien wat ik allemaal nog doe.
Oké, nou, ondertussen ben ik alweer onderweg naar mijn werk. Ik heb vergadering vandaag. Ik heb gedoucht, klaargemaakt, zoals je net zag in de bus. Oh mijn god, die buschauffeur was sowieso kakje aan het doen. Hij zat sowieso bij die bij de vrouwen-wc in plaats van bij de mannen-wc. So that's great. Bro, die regen is echt niet oké. Ik heb een vergadering. Hier is ook altijd windkeel. Maar anyways, ik heb een vergadering gehad. Ze zijn bijna bij mijn buur. In de regen. Look at me getting all wet. Hi. Even kijken. Ik hoop dat hij thuis is. Hey! Ja, Lindsay. Jongen, doe open! Ik ben de coach. Nou, hier zijn we aan het fielden. Daar zie je mij voorbij komen. Superleuk. Ik heb een paar mensen geblurred. Zoals je kan zien. Nou, volgens mij Sarah zo. Oeh, Sarah foutje! Maakt niet uit. Nou, hier zie je mij slaan. Superleuk. Op de bank. Dat is... Oeh, great catch. Je neemt ze great catch. Op de bank swings. Zodat je... ik weet niet waarvoor dat is. Dan moet mijn coach maar zeggen. Ik ben het even kwijt voor wat dat is. Anyways. I was hitting so good. Oeh. Ja. Dat gaat goed, hè. Dat gaat goed. Even de bril goed zetten. Ja. Oh, bal. My fucking lazy ass did not even grab the ball. Wow. De mat valt natuurlijk weer. Nou. Ja, daar komt de coach. Die doet hem weer omhoog. Heel leuk. Zo, we zijn weer thuis van de training. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Don't forget to like and subscribe. Ik ga douchen, man. Peace. I'm out. I'm doing better on my own.